Hoi, Sjan hier, je videorange voor vandaag. Leuk dat je weer kijkt deze week. Ik sta hier met Christian en die heeft weer een leuke opdracht voor mij, volgens mij. Eet het brilblad, neus, vleermuizen, fruit, insecten of vlees? Vleermuizen, daar weet ik niet zoveel over, dus ik ben benieuwd. Ik heb de keuze al klaarstaan. Misschien kun je even kijken om inspiratie op te doen. Ja, nou daar heb ik vast wat aan. Hier staat al alle lekkers klaar. En dit is dan de keuken van de bush? Bush en de desert, ja. Oké, ja. De vleermuis zit zowel in de tunnel tussen de bush en de desert als in de bush. Oh, ja. Dus hier wordt ook een voorbereid. Maar de vraag is natuurlijk, wat eten ze? Ja, en het is eigenlijk, als ik zo over nadenk, er komt niks in me op, heel eerlijk gezegd. Want vleermuizen weet ik eigenlijk niet zo heel veel over. We hebben hier dit. Een soort gehakt. Oh ja. Dan hebben we hier wat fruit. Deze insectjes. Oké, ik ga gewoon even alles af. Valt er één af misschien? Ja, valt er één af. Even denken. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat vleermuizen vlees eten. Dus vlees valt af? Vlees valt voor mij af. Nou, er zijn wel vleermuizen die vlees eten, maar die wij hebben in ieder geval niet. Oké. Die valt inderdaad af. Dus dat zijn echt wat grotere vleermuizen? Nee, dat kunnen ook echt kleine vleermuizen zijn. Ja? Ook die vissen vangen en zo. Ja, heel vissen? Verschillende soorten. Ja. Dat heb ik helemaal niet gedacht. Ja, dan denk ik, als ik nu kijk, hier nog twee opties. Ja. Dan zeg ik toch, denk ik, insecten. Daar ga ik dan voor. Klopt dat er wel? Dat is fout. Je hebt wel heel veel vleermuizen die inderdaad insecten eten, als het in Nederland leeft ook. Maar de soorten waar wij nu naartoe gaan, die eten ze echt fruit en groente. Oké. Okay. En dan opeens ben je in de desert. De sproeiers zijn aan, kijk. Daar zie ik wel iets bewegen. Oh ja, het zijn er inderdaad wel heel veel al. Ja, het is nu eigenlijk rustig, want zoals de situatie nu is de felle lamp nog aan, dus voor hun is nu eigenlijk dag. Oh ja. Dus de meesten die slapen nu nog, maar het is wel de tijd om allemaal te schoonmaken. Hmm. En ze zijn dus nu al wel wat actief en ze weten dat er zo roer komt, dus waarschijnlijk komen ze gelijk op het voer. Nou, we stappen er weer. Ja, ik ben benieuwd. Als je zo binnenkomt, is het gelijk een stuk warmer. Is dat ook voor de vleermuizen speciaal? De temperatuur. Ja. Oké. Okay. Ja, als je nou zo'n tropisch klimaat leeft, dan... Ja, het is hier altijd ongeveer 23 graden. En dan mogen we ook altijd. Ja, want je ziet toch gelijk de kamer in het beste verslaan, dus... kijk er heel veel. We beginnen met het ophangen van de banaan. Kunnen we even kijken wat ze daarmee hebben. Goedemorgen. Ja, ik ben de hele tijd bang dat ik op ze stap of zo, maar dat gebeurt natuurlijk niet, want ze hebben veel beter door waar ik ben dan. Ik weet waar zij zijn. Maar langzaam bewegen, dan gebeurt er eigenlijk niks. We hangen gewoon een banaan in de ketting. En dat is eigenlijk een kwestie van een minuutje, denk ik, in de hand die eerst. Ik wil wel eerst voor me zeker van wat aan te hebben. Ja. En zijn er meestal bananen dus? Voor omroepen en peren. Dit hangt wel heel lekker. Ja, dat is ook een onderdeel van wat er normaal in hun voedsel zit. Oh ja, ja. Dus dat herkennen ze ook wel, die smaak dan? Dat denk ik wel. Daar kan iemand kijken. Ja, dat zou ik voor gaan gewoon de voorhand hangen en de hand eruit nemen. Oh. En zo weer in. Ja. Ja, het is echt even een heel klein bezoekje en dan even langer hangen. Ja, je kan hier dus ook heel goed zien dat er hier allemaal kleine hapjes uit zijn. Daar kwam er een. Dus ze vinden het wel erg lekker, want ze komen heel snel allemaal kijken. Ja, dat is een ontbijt, hè. Dus, het voer was ook vanmorgen, dus ze hebben helemaal trek. Ja. Dus ze komen gelijk kijken en eten. Ja, dan gaan we de voerbak ook even op de plaats zetten. En hier achteraan is nog een beetje een schemergebied. De dus in de huis. En dus schuift daar ook in. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hierachter is het best wel donker. Echt heel erg zo'n groot gevoel. En er is een klein plateautje daar kunnen opzetten. Dus het is wel als het donkerder is, vinden ze dat ook lekker een beetje rustig eten. Ja. Oké. Okay. Ja, op zich, weet je. Ik heb altijd zoiets met vleermuizen, dat vond ik altijd een beetje eng of zo. Omdat je zussen, ja, bijvoorbeeld ik heb best wel ging ik s'nachts fietsen en dan ging ik zo over mijn hoofd heen. Ja, ja. Nou, dat is heel eng. Nou, hier wordt het nacht. Ja. Dus nou wordt het echt. Je ziet ook heel veel vleermuizen in het gebied. Dat is echt opeens
enorme. Dus precies op tijd met voeren. Voer staat klaar en het wordt wakker. Ja. Zo hé. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien door die camera heen, maar ik voelde in ieder geval om me heen. Nou, we kunnen nu al even gaan kijken in de grot waar ze normaal slaan. Ja. Nu wordt het toch allemaal wakker. Ja, dat ben ik. Deze ruimte is eigenlijk altijd donker. Mm-hmm. En dat is waar ze het slaan. Oh, oké. Okay. Ja. Oh ja, kijk, daar zie je ze ook hangen. Daar een beetje. Een beetje geluk hebben die nog een broodje met een jong hangen. Ja, want ze zijn er wel echt superveel. Is het echt heel veel toegenomen? Ja. Volgens mij gaat het erg goed met ze. Eigenlijk gaan de laatste jaren wordt het aantal steeds meer. Mm-hmm. En dan is het toch een beetje rustig heen, omdat het eigenlijk één open ruimte was, hebben je ook allemaal flappen opgehangen, dat je een soort aparte kamers krijgt. Zodat ze niet altijd elkaar hoeven te zien. Oh ja, dus niet gewoon één groot huis, maar een paar kleine appartementen. Zeg maar. Als ze willen, kunt u bij elkaar gaan. Als je hier kijkt, dan een vrouwtje met al een best groot jongen. Die hangt nog aan de moeder. Oké, ja. Ik denk dat de moeder dat ja. Dat het niet lang meer zal duren dat de jong zelf gaat vliegen. Oké. Okay. Maar ze nemen dus bijna een volwassen jong al mee nog aan naar vak. Oh, dus extra ja. Moeilijk vliegen. Ja, dat is wel zwaar natuurlijk ook. Dan zie je ook heel mooi dat neusje waar dat blaadje aan zit. Ja. En dat is ook dan waar de naam van aankomt, ja. Precies. En dat is nog een jong dier. Je kunt ook zien dat hij wat kleiner is. Ja. Waarschijnlijk vliegt hij nog niet meer op het voer en wacht hij gewoon tot zijn moeder terugkomt. Oh ja. Nou ja, want ik moet toch zeggen dat ik vond het vleermuis inderdaad geen idee. Maar ik weet niet, ik vond het op zich wel zo leuk. Ze doen hier niks. Ze zijn... Ja, op het moment dat je echt gaat pakken, zijn wel van die scherpe tandjes, dan voel je wel die prikjes in je vingers, zeg maar. Ja. Maar ze bijten er niet echt doorheen. Nee, ja, sowieso, ja, ik snap het ook wel. Als je ze gaat opwarmen, vind je het natuurlijk niet leuk. Nee. Maar, nee, ik vond het allemaal best wel meevallen. Ik vond het ook wel leuk, als je daar staat, dan voel je het zo... Je voelt het zo steeds langs je heen scheren. En in het begin dacht ik, maar nu denk ik, eigenlijk waarom niet? Relax. Ja, best wel fijn eigenlijk. Nou, dat is jammer. Geen punt voor mij deze week. Wel een leuke ervaring in ieder geval. En geen vleermuizenangst meer. Dat is wel mooi. Dat is al winst, hè? Ja, helemaal. Ja, heel erg bedankt dat ik even kon kijken. Ik vond het wel heel leuk. Okay. Ja, positief. Vond ik erover. Ja, als je ook een leuke video hebt, kun je een duimpje omhoog achterlaten. En kan je ook abonneren op het kanaal. Dan zie je nog veel meer leuke vlogs. En dan zie je ook mij volgende week weer. Want dat is weer een nieuwe video. Ik was Shannon, jouw weer de winst voor vandaag. Doei!